Giselle betrok in 1940 op 28-jarige leeftijd de bovenste etages van dit hoekpand aan de Herengracht 401. Op het punt van haar artistieke doorbraak als schilder en glazenier nam zij samen met de Duitse dichter Wolfgang Frommel 5 jonge onderduikers in huis. De vertrekken waar de onderduikers woonden en zich zo nodig in een pianola konden verstoppen, zijn nu open voor publiek. Ze hebben eigenlijk zo normaal als mogelijk tijdens de oorlog huishouden gevoerd. Maar daarnaast hebben beide hen bezig gehouden met kunst en cultuur. Ze hebben ze duidelijk ook opdrachten gegeven om te tekenen, te vertalen, te dichten, te schrijven, te schilderen als het materiaal er was. Om hen vrijheid in hun hoofd te laten ervaren in tijden waarin ze zaten opgesloten. Ook haar ruime atelier, waar veel werk van Giselle te zien is, is nu toegankelijk voor publiek. Alles is nog zoals het was tijdens haar leven. In de salon hangt het vijfluik Moira, dat op deze plek geconserveerd zal worden door het Stedelijk Museum. Giselle is niet vertegenwoordigd met haar werk in het Stedelijk. Was zij een groot kunstenaar? Ik denk niet dat zij de allergrootste Nederlandse kunstenaar was van de jaren 50. Misschien dat haar werk ook niet altijd even goed was. Ik denk dat dit een sterk doek van haar is. Je ziet ook dat er haar hele ziel en zaligheid in heeft gelegd. Wat zij wel is een heel belangrijke speelfiguur in de Amsterdamse artistieke wereld. En dat wij in de collectie heel veel raakvlakken hebben van andere kunstenaars die op een bepaalde manier verbintenis hebben door haar. Oud-burgemeester Cohen onthulde aan de gevel een plaquette ter ere van Giselle's verzetsdaad. Bezoekers kunnen zich via de website van stichting Castrum Peregrini inschrijven voor een rondleiding.